De voorzet van Vermand. En dan een duwtje, inderdaad, van Dupré in de rug van Sonck. Maar kon die bij die bal? Die was voor Olivier Dol. Ja, Matthijssen vindt natuurlijk van wel. En deze jongens ook. Stijn Steijnen op kop. Concentratie bij Sterkelee. En de goal, 0-1, Club Brugge in een wedstrijd waarin het bijzonder moeilijk heeft. Het eigenlijk geen echte grote kansen heeft kunnen uitspelen tot nog toe. Maar dus wel op voorsprong staat. En dat is nog altijd het belangrijkste in voetbal. François Sterkelee. Muharremovic. Naar Moumen. En dan Pavlovic. Handspel, appel voor handspel. Ja, hij legt hem op de stip, die bal. Hij legt hem dan toch op de stip, ook aan de overkant, Bultink. Na 1 minuut toegevoegde tijd krijgt Lokeren andermaal een unieke kans om hier op zijn minst toch nog een punt te rapen. En dat is eigenlijk veel minder dan ze verdienen. Hier gaan we het misschien beter zien. Gerards komt eraan gesprongen en dan raakt hij die bal inderdaad met de armen. En dan is het logisch dat die bal op de stip gaat. Zarevic voor 1-1. Is het dan toch een beetje gerechtigheid? Nee! Verbouwheden pakt hem! Onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Onvoorstelbaar. Ja, zo word je kampioen. Dat kan bijna niet meer anders. Verbouwheden, zijn eerste wedstrijd dit seizoen. En hij pakt hier 2 punten voor Club Brugge. Club Brugge is de grote winnaar van het weekend.